Historische dag voor Jong FC Volendam. De talenten van Johan Steur pakt op de laatste speeldag de titel in de derde divisie zondag. We hebben natuurlijk een heel jaar best wel redelijk goed gespeeld. En veel doelpunten gescoord. En we hebben deze wedstrijd gewoon goed afgemaakt. Wat is nou de kracht van dit team? De kracht van dit team? Ja, voetballend zijn we heel sterk. We hebben geloof ik 97 goals gemaakt dit seizoen. Dus dat is een aantal. Dat hoor je niet vaak natuurlijk. En dat is wel ons sterke punt. En scoren deden de Oranjehemden zondagmiddag ook in het Twentse Haaksbergen. Met maar liefst 6-1 winnen ze van HSC 21. Binnen het half uur staat Jong FC Volendam al met 2-0 voor. Beide keren is Martijn Kaars de afmaker. Zelf hadden we het niet gedacht. We dachten dat het een moeilijke pot zou worden. Ook een verre reis natuurlijk. Maar deze hebben we fantastisch binnengesleept. Ja, achteraf wel natuurlijk. Van tevoren weet je natuurlijk nooit. Het is altijd een wedstrijd op kampioenschap. Zijn ze nerveus, zijn ze niet nerveus. En hun hadden de laatste twee wedstrijden gewonnen. Dus we hebben hem gewoon goed afgesloten. En dat hebben we goed gedaan met al die jongens. Voor trainer Johan Steur is het een tegenstrijdige dag. De wedstrijd in Haaksbergen is zijn laatste als coach van Volendam. Hij neemt noodgedwongen afscheid na bijna 20 jaar. De Volendamse club wil namelijk niet verder met hem als trainer. En gewoon afscheid, dat is mooi tot het met een kampioenschap is natuurlijk. Dus wat dat betreft is het fantastisch. Alleen ik had liever doorgaan als trainer. Maar ze hebben andere keuzes gemaakt en dan doe je dat of dan doe je dat niet. En daar ben ik nog maar bezig. Ja, Johan is gewoon een fantastisch trainer. Die heeft zo goed met ons gewerkt. En die man verdient gewoon een groot applaus van ons. Die heeft ons recht doorheen gesleept. En zonder hem hadden we denk ik niet zoveel punten gehaald. Wat doet hij zo goed dan? Wat betekent hij voor jullie? Hij heeft gewoon een goede invloed op ons. Stuurt ons zowel aanvallend als verdedigend. En hij weet wat wij kunnen. Mooie woorden van de aanvoerder. Johan Steur gaat trouwens niet helemaal weg bij Volendam. Beide partijen zijn op het moment nog met elkaar in gesprek. Ja, dat is zo goed als rondwal. Dus volgens mij kom ik volgend jaar gewoon bij Volendam terecht. En wat ga je dan doen binnen Volendam? Ja, dat zou dan worden in de scouting en dat soort dingen. Er zijn nog een paar dingetjes wat we moeten rechttrekken en dan zien we het wel. Wat gaat er nu gebeuren? Nu wordt het waarschijnlijk zuipen. Ouderwets zuipen? Ja, ik denk dat dat ook goed is. Je hebt een jaar lang hard gewerkt en dat moet beloond worden. En dat moet zo dadelijk na twee uurtjes in de bus. En hoewel we ook in de bus al ingeslagen hebben, dus dat komt goed. Come here!